Wiele Maas krijgt een nieuw evenement op de 11e van de 11e. Dan wordt op het Wileminaplein in Panningen, vlak voor het huis van de gemeente, het startschot gegeven voor het vastelovenseizoen. Wij gaan een nieuw evenement organiseren als Kiwani Spelen Maas. Dat wil dus inderdaad het inschieten van de vastelovend met de naam 3x11. En waarom 3x11? 11 kernen op de 11e van de 11e. Dus dat ligt ons wel een geschikte naam daarvoor. Al langere tijd is de Kiwanis Club bezig met het ontwikkelen van een nieuw evenement. Het sluit volgens de club aan op een behoefte van veel inwoners. Ja, we kregen ook signalen. Ook mensen die zeggen van god, waarom is er op de 11 en 11 niks een kapel? De jeugd trekt weg, kind geen keertjes krijgen. En zeggen ook, ja, waarom is er hij niks? Ja, dat zijn toch signalen hoe wij dachten, dan moeten we misschien als Kiwanis Club met z'n doen. Zo zal het er ongeveer uit gaan zien. Tijdens de vastelovend vindt op hetzelfde plein de Bonte Boetebeleving plaats. Een evenement dat duizenden mensen naar het Panningse centrum trekt. 3x11 zal dan ook veel gelijkenissen hebben met de BBB, al moet er wel een entreekaartje worden gekocht. Het wordt uiteindelijk wel een ander soort feest, omdat er ook een ander, toch wel misschien een beetje ander publiek op afkomt. Misschien wat meer jeugd, maar qua opzet zal het wel vergelijkbaar kunnen zijn, ja. De artiesten die gaan optreden komen de komende tijd naar buiten, al kan de eerste naam al bekend worden gemaakt. Ik ken wel verklappen dat bijvoorbeeld Wade Reder al staat. En er zullen ook wel een heel aantal lokale artiesten komen. Dus we gaan weer een mix zoeken van zowel lokaal als topartiesten. Jean-Paul, die ook actief is bij de organisatie van de Bonte Boetebeleving, weet wat er te doen staat. 11 november is al snel. De kunnen we gaan bekijken. Van de andere kant bestond de Kiwani Spelen Maas uit 27 leden, veel ondernemers. En daar zit wel veel slagkracht en daadkracht, dus dat komt wel echt wel goed. Waarom geeft dit een succes weer? Er is vroeg nou, we organiseren het goed. En de Spelen Maas, dus dat moet eigenlijk wel goed komen samen. Veel vertrouwen dus. Binnenkort start de kaartverkoop. De opbrengst van het evenement gaat naar de jeugd vastelovend in de kernen van Spelen Maas. 11 of 11 komen los, dan knallen we hem erin. En dat zal waarschijnlijk dan over 4, 5, 6 gaan duren. En dan ook kunnen ze de lokale horeca in. Dus dan hebben die 8 mensen truc in de kernen. Dat zijn toch wel dingen wat wij belangrijk vinden als organisatie.